Vraag 14. Heb je leuke projecten in je hoofd? Het belangrijkste project is, daar ben ik nu mee bezig, dat ik een goede sportschool heb. Dat is een van de belangrijkste projecten, denk ik. En dat is het geen project van mij. Nee. Vraag 15. Welke bokstoernooi vond je het fantastisch? Ik ben het eerste grote toernooi wat ik heb gehad was in Australië. Dat is 24 uur vliegen naar Australië. Dat is een andere werelddeel natuurlijk. Misschien ook omdat het hier 's winters was. En daar was zomers. Voor zo'n mooi land. En ik ben in heel veel landen geweest. Amerika ben ik geweest. Zuid-Afrika. Overal in de wereld ben ik geweest. Maar dat vond ik heel leuk. Australië. Ja, daarna komt Olympische Spelen, Barcelona. Dat was een hele belevenis, was dat. Dan kom je ook met andere supporters, sporters in aanraking, in contact. En dat vond ik best wel iets speciaals. Ja. Er zijn best wel veel, maar dat zijn de twee wat me bij is gebleven. Ja. Dus Australië en de Olympische Spelen. Natuurlijk. Tijd dat ik wereldkampioen ben geweest in Tunesië. Dat was ook een hele mooie belevenis om dat mee te maken. Trots natuurlijk dat je wereldkampioen bent geweest geworden. Dus dat blijft altijd bij. Ja. Vraag 16. Naar welke landen ben je geweest? Voor je bokswedstrijd? In Europa heb ik, behalve IJsland, heb ik heel veel landen, ben ik in alle landen geweest. Ook toen het nog communistisch was, ben ik in de DDR geweest, toen in de USSR ben ik toen geweest. In Amerika heb ik gewoond, Zuid-Afrika ben ik geweest, Australië ben ik geweest natuurlijk. Allemaal mooie tripjes. Dus dankzij het boksen ben ik in heel veel landen geweest. Ik ben de hele wereld doorgereisd. En uiteindelijk ben ik van terug gekomen af, maar in Nederland voel je het veiligst. En thuis. Dus mijn thuishaven was gewoon Nederland. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Wat knap voor je, hè? Ja, dank je. Als je in heel veel landen geweest. Vraag 17. Van wat word je blij als je 18 mooiste land waar je bent geweest voor je bokswedstrijd en waarom? Het zijn wel twee vragen. Heb je vraag? Ja. Voor mij is toen ik jong was, mocht ik niet zoveel van mijn vader. Ik ben heel streng opgevoed, dus ik mocht niet op stap. Stad of zo. En meestal als ze naar het buitenland gingen, Scandinavische landen, dat waren mijn lievelingsplekken. Meestal hoor ik dan, daarna kon ik een feest vieren en kon ik gaan stappen. Ja. Dat mocht dan hier niet, van mijn vader. Maar in die landen, daar had hij geen toezicht, dus kon ik lekker gaan stappen. Inderdaad. Dat waren heel mooie. Ervaringen die ik heb mee mogen maken. Ja. Dankzij het boksen natuurlijk. Ja. Eerst winnen en daarna genieten. Ja. Ja. Heel goed belangrijk. Ja. Dat is belangrijk. Gezellig feesten. Dat was belangrijk. Maar eerst presteren. Ja. En daarna verdienen en daarna opstappen. Dat was heel leuk. Ja. Rut. Vraag 19. Wat was je leukste baan? Mijn leukste baan? Dat heb ik nog steeds. Ik werk in een gesloten instelling. Dus een kindergevangenis werk ik dan. Ja. Kinderen tot en met 17 jaar. En ik heb niet zoveel gewerkt, moet ik zeggen. Ja. Dus ik heb ook als beveiliger op Schiphol gewerkt. En ja, dat vond ik niet zo leuk. De baan wat ik nu heb als pedagogisch medewerker, vind ik best wel leuk. Kinderen wat meegeven, dat is de maaruitsturen en heel veel praten met kinderen.
daar ben ik goed in. De ervaringen wat ik meegemaakt heb, delen met jongens en meisjes, dat vind ik nog steeds leuk. Dus ik heb een hele leuke baan, waarbij ik ook de jongens en de meisjes wat ik mee kan geven in hun verdere leven. En hopelijk onthouden ze dat en hebben ze er wat aan. Dat is mijn insteek. Ja, dat komt er. Ja. Ook dat is belangrijk voor je baan hebben. Natuurlijk, en dan ook dat ze op de rechte pad blijven. Ja. Dat is de juiste cursus. Natuurlijk, van tegenwoordig heeft dat best wel moeite mee. Dus dat probeer ik ze een beetje mee te geven. Dus dat daar ben je goed in hoor, hè? Ja. Goed bezig. Ja, goed bezig hoor. Ja, mooi.